Als je zelf een beetje unmotivated was om iets op te kussen of op te ruimen of eender wat. Let's put me on the side. Maar blijf kijken. En let's clean together. Heyo, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik mijn closet clean-out doen om mijn closet ready te maken voor winter. En ik heb echt de closet clean-out nodig. Ik maak echt veel van die video's. En ik dacht ik ga nu gewoon mijn kleerkast opruimen. Maar uiteindelijk, you seem to like it. Dus, why not? Ik durf wel mijn kleerkast echt niet te tonen. Because it's... I'm just ashamed of it. Het is echt erg, guys. Het is echt zo erg. Come to my closet with me. You made it to the closet. Sorry als ik zo groot lijk, maar ik heb die XM. En ja, die hebben echt zo'n platformpje. I'm gonna open the closet. En niet veel van me. Oké, nu mogen jullie stoppen met kijken. Dat was de video. Bye, guys! It's really, 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 echt super erg deze keer. Ik heb nog nooit zo erg mijn kleerkast laten komen. Ik heb het ook nog nooit zo ver laten komen. I think you guys get why I need to clean it out. Het plan van vandaag is, ik ga één heel kritisch zijn. Ik ga er een foto bij pakken, zo van, do I keep it not? En ik ga al mijn zomerkleren er ook uitgaan, want het wordt heel koud. Het is heel koud. Dat is een beetje het plan van vandaag. We gaan mijn closet goed onder handen nemen. Yeah, let's go! Eerst wat ik nu ga doen is beneden mijn wasmand halen. Kom hier. Dit is mijn wasmand, team. Heb je gezien hoe vol die kast zat? Dit moet daar nog een keer in, nee ook. Ik ben echt in een crisis. We'll get through it. Oké, guys. Ik heb deze foto dus. Ik heb die foto dus op Pinterest gevonden. En dat is een beetje het ding dat ik vandaag ga gebruiken om mijn kleerkast dus uit te kussen. Ik ga wel 2 piles maken van wat ik wel aan jou houden. En ja. Nu zitten we hier al. Oké, kijk. Voilà. Dat mag ook echt weg. Dat ik dat niet ga aandoen. Nu zitten we hier dus. Zomerkleren, kleren die ik niet meer draag. Dus nu gaan we in mijn klerenkast. Oh, dat mag je eigenlijk echt niet zien. Het is zo erg. Kijk hier. Hier is pas erg. Hier is dat van nog. Dit is echt erg. Je kan het gewoon niet zien omdat het allemaal zwart is. Maar... pray to God dat dit een beetje snel vooruit gaat. En dit open doen. Alles wat hier gewoon ligt, ga ik nu gewoon daarbij leggen. Ja, alles wat hier hangt, ga ik eruit halen. Wat zomers is, ga ik dan hierbij doen. En wat winters is, ga ik dan daar op een hoopje leggen. Omdat dat, ja, nog oké is gewoon. Dus dat is wat we nu gaan doen. Oké. Clothes zijn er al uit. Ik heb nog steeds allemaal hangers. Ik heb zo allemaal like, zwarte, velvet zwarte. Ik weet niet of je het ook al ziet op camera als ze zo'n beetje velvet die zijn. Ik heb ook nog mijn purse thingy. Die heel zwaar is, Tim. Ik ga even mijn mandjes, want dit is zo brass en dan fuzzy socks ook weer uithalen. Ik ga mijn doekjes pakken. Ik moet ook nieuwe batterijtjes hebben hiervoor. Oh my god, ik kan die paal hoger hangen. Ik wil dat. Ik ga die paal hoger hangen. Shit, zeg, wat is dat? Kijk, kan je dat zien? Heel die dinges hierin zo gaan. Wat de heck is er hiermee gebeurd? Maar oké, ik ga nu eerst naar beneden kijken of ik batterijtjes heb hiervoor. En ik ga terwijl kijken of ik een schroevendraaier kan vinden om dat te verhangen. I'm happy, kijk wat de batterijen. En gewoon genoeg. Huh? Ah, genoeg voor alle drie. Ik ga deze er al erop hangen. Nu wil ik die paal echt omhoog doen. Oh. Handige Harry Pret. Dit heeft me warm. Oké. Hij hangt hoger. Nu ga ik eerst een keer zien of het werkt. Yes! Dan wil ik een keer aan die andere kant proberen. Like this.
kun je die zo de tasjes hangen erin. Deze kleren ook op die stapeltjes leggen. This is clean now. Nu ga ik de kleren die ik net op hangertjes had, die dus al op hangertjes hangde, terug in mijn klerenkast hangen. Let's do that. Oké, alles dat op kapstokken hangt, dat hangt er nu in. Color coordinated, zoals je ziet. Next thing I'm gonna do is, ik ga door dat stapeltje gaan. En de dingen die ik aan een kapstokje wil, ga ik op een kapstokje hangen. En hier terugleggen. Want dan kan ik het pakken en daarin hangen straks. Maar nu ga ik eerst alles wat op een kapstokje mag, op een kapstokje hangen. Alles die ik wil ophangen, ligt hier op kapstokjes. As you can see. Ik ga ze eventjes naar daar gooien. En ik zit dus in een dilemma of ik mijn jeansbroeken weer ga ophangen of niet. Want ik heb al nog genoeg hangers. Maar ik moet zien of ik genoeg plaats heb. Dus ik ga nu de rest in mijn kast hangen. En dan zullen we zien of we genoeg plaats hebben voor de broeken. Oké, ziezo. Alles wat nu moet ophangen hangt erin. En ik denk dat het duidelijk is dat we geen broeken meer gaan kunnen inhangen. Dus we gaan ze leggen. Ik ga gewoon beginnen met mijn broek op te plooien. Want oh my god, mijn hoofd slaat open en toe. Mijn plan voor de broeken is om dus een stapel te maken met werkbroeken. Die dus niet zo mooi zijn om het dagelijks leven te dragen. En... is het nu al klaar? Nog niet! Nee, ik ben nog niet klaar. Ik ben nog een aantal bezig. Nu, al eventjes. Oké, dus ik ga een stapel maken met broeken die ik dagelijks gewoon kan dragen voor school en zo. En dan ga ik een stapel maken met broeken die ik echt enkel draag om te werken. De twee stapeltjes zijn geplooid, dat zijn werkbroeken. Dus er zijn hier nog een paar broeken die niet thuis zijn. Ik ga nu deze in de kast leggen. Maar oké, dus ik moet hier nog die mandjes en zo ook zetten. Dus ik ga eerst kijken of ik die mandjes op zo eender welke manier kan zetten. Mijn kleine zusje is daar dus. En she's kind of annoying in my ass. Because she wants to play games in my room. But she can't play games in my room because my room is full of clothes. So now she is annoying because she wants to play games. She wants to play Fortnite because she saw me play this morning. Versta je me? Nee. I know you don't understand me, so I like it. Nu wil ik eerst kijken on dus deze twee mandjes. Lotte. Oh my god, guys, you have to choose so much. Om deze twee mandjes in mijn kast te zetten. Dus ik denk dat ik ze echt zo, als dat lukt, voor elkaar wil zetten. Nee, dat lukt niet. Dat is zo annoying to me. Oh my god, oké. We gaan het dan zo doen. Van zo'n stomme extra plaats zie ik echt weer knal of zo. Ik ga hier dit eruit halen eventjes. Ik ga hier ze hier zetten. Dat zal wel nog clean zijn. Oh, ik zou nog een derde moeten hebben. Oké, mijn zusje is naar beneden, want ze denkt dat we nog zo'n mandje hebben thuis. Dus dan kan ik daar een derde mandje zetten en dan zou dat wel nog mooi zijn. En dan ga ik hier mijn broeken dus leggen. Ik ga gewoon ze allemaal op één stapeltje leggen. Dat is best leuk. We hebben eentje inderdaad. Oh my god. Hij raakt er nu gewoon niet in. Hier zo, we hebben dat letterlijk van niks gedaan of wat. Oh, die kunnen daar zetten. Wil je die hier zetten? Ja. Ik heb hem nu helemaal misvormd. Als ik die nog misvorm, dan ga ik... Oei. Ja, Brit. Dat is niet gebeurd, dat is niet gebeurd. Ja, nou is hij kapot. Wat zou ik dat herhalen? Dit is oké. Okay. Oh my god. Het is oké okay, hoor, Lotte. Dank u. Dan ga ik op mijn bed liggen. Dank u. Wat ik nu dus wil doen is, daar liggen er zomertopjes en dat wil ik in een mandje steken, zodat ik het wel kan pakken, stel je voor ik heb te warm of zo, te slapen of zo. Of voor foto's of zo. Dus ik wil ze in een mandje steken, zodat ik er snel aan raak, maar als ze niet daar liggen, dat ik die plaats daar heb om
andere dingen te leggen. Oh my god, dat is te zwaar. Oké, dus hieruit. Oh my god, ik was al zo lang aan het zoeken. Oké, dus hieruit ga ik alle topjes halen en daar in dat mandje steken. Oké, dat mandje zit alweer goed vol met allemaal topjes. Oké, nu is mijn klein zusje nog de andere topjes aan het geven die ik daar net daar gelegd had, die ze gewoon in mijn kast leggen gesmeten. Oké, dit ga ik dan hier van onder zetten. Dat ga ik zo in het midden zetten. En dan ga ik deze van onder zetten. Dankjewel voor je hulp, Lotte. Zo kan ik er zo snel aan. Waar ik daar ga leggen? Ik ben aan het denken. Ik heb echt nog veel. Ik heb echt nog heel veel. Ik ga even 5 minuten pauze pakken. What do you think about that? Oké, de pauze zit erop. Maar ik had echt nodig. But it's coming together, you know? Alles hangt ongeveer op. De mandjes staan er. En nu moet ik eigenlijk gewoon doordoen met... Oh, dit allemaal. Ik heb geen zin meer en I want to give up. Maar ik ben er bijna. Yeah, I can't give up now. Sorry als je de chauffage hoort. Ik ben moe en ik heb koud. Maar I can't give up now. Want ik moet enkel nog dit haartje en dit haartje vullen. Maar ik heb lekker veel waarmee ik moet vullen. Ik heb dit nog. Ik heb dit nog. Dit. Deze ga ik nog ophangen samen met die andere twee truitjes. Voor ik doordoe, ga ik eerst kijken om dit ook helemaal te legen. En omdat ik eventjes op blok zit, ga ik eerst denk ik mijn boyfriend stuk doen en dan kan ik doordoen. Nu ga ik dit hoopje even opgooien. Oké, ziezo. Hier liggen mijn slaap-t-shirts, slaaptopjes, slaapbroekjes. Ik ga nu nog een keer tussen al die dingen kijken of ik nog topjes en zo heb. En dan leg ik ze er gewoon bij. Oké, voor het moment leg alles erin, maar ik heb ook nog een beetje was die moet wassen worden, maar maakt niet uit. Dus de slaaptopjes, slaap-t-shirts en slaapbroekjes, alles ligt erin. Doorgaan naar hier. Hierin zaten dus mijn deftige broeken, shortjes, etc. Dus wat ik hier nu mee ga doen is, ik ga alles wat ik enkel in de zomer draag in mijn zomermantel, dat uitkuisen. En dan ga ik kijken om dus mijn deftige broeken er terug in te leggen. Hier heb ik dan bodytjes gelegd en hier heb ik dan gewoon andere topjes gelegd. Oké, dan ga ik nu dit, blijft hetzelfde, maar dat ga ik gewoon nog snel een keer uitkuisen. Deze kant is dan officieel dan. Ik ga nog snel een keer de spiegel kuisen, want deze is een beetje vuil. Oké, nu ga ik nog snel deze wasmand legen, want dan zit nog vol met kousen en ondergoed. Closet review in 3, 2, nee, ik raak het al nog niet toe. 1. Tada! Oké, guys, het is officieel gedaan. Ik ben zo blij dat ik hier vanaf ben. The final reveal. En dan deze kant. Hij is zoveel mooier nu. Ik ben zo blij dat mijn kast eindelijk is opgeruimd en dat hij eindelijk zo mooi is. Want kijk nu wat ik aan het doen. Tada! Ik ben blij.
openen. Nee. Nee, maar oké, ik ben zo blij dat hij opgeruimd is, dat hij weer mooi is, dat ik er kleren kan kiezen die deftig zijn, die niet gewoon gesmeten zijn, dus gekreukeld. Nu hangen ze er weer allemaal mooi in, dus ik ben echt super blij. Dus ruim je klerenkast op. Maar oké, dat was dan de video. Hopelijk vonden jullie het allemaal een heel leuke video om te kijken. Niet vergeten om te liken en te abonneren. En hopelijk zie ik jullie terug bij de volgende video. Dankjewel om te kijken en tot de volgende video. Bye bye!